Yo beste kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Lost Buildings. Vandaag zijn we in België, vlak over de grens met Limburg. En we zijn bij Château 85. Oké, mensen, onderweg naar de Château, met Château 85. Oké, we zijn binnen. Ingestort. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat het tijd wordt om diep in de hoogte te gaan. Niet zo. Oude keuken. Wat er nog van over is. Meterkast. Oude kast. Ga nu even snel naar de top. Echt heel groot. Weet je iets van de geschiedenis hier? Van dit huis? Nee, niet heel veel. Maar er was weinig geschiedenis over op te zoeken, bekend. Dus we moeten het hiermee doen. Dat komt zo goed. Het is ooit vroeger nog gemoderniseerd. Hebben hier nog mensen gewoond in verschillende verdiepingen, denk ik. Want zoals je ziet, dit was helemaal nieuw.
En het is helemaal gesloopt door. Ja, vandaar. De heer van tegenwoordig. En dan gaan we omhoog. Helemaal naar de top. Ja, ja. Jammer dat het zo gesloopt is, maar dit is wel een prachtig uitzicht. Ja. En een, het was een gigantisch groot, ja, statig huis eigenlijk. Ik noem het, dit is eigenlijk niet echt een kasteel, maar... Zoveel kamers. Hier heb je nog een kamer. Ik denk dat dit een soort kinderkamer was. Heb je hier nog een badkamer. Glaswerk. Heel beste kijkers, bedankt voor het kijken. Deze aflevering, we zijn vandaag bij Le Château 85 geweest. Het is echt een super vet verlaten villa. En we gaan op naar de volgende. Zie jullie daar. En niet vergeten te liken. En natuurlijk te abonneren. Ben je al geabonneerd? Vraag even vrienden, familie, kennissen of weet ik het wie wat. We kunnen nog wel een paar abonnees gebruiken. I'm here for the money, I'm here for the fame.